weekend. Ik heb weer tijd voor een vlog. Ik zit er op de mountainbike. Ik hoop dat het geluid nu goed is, want ik hoorde dat van de vorige vlog. Ik hoorde dat van de vorige vlog was het geluid veel te zacht. Dus ik kon hem niet horen. En ook waaide het heel hard en nu waait het weer. Dus ik hoop dat ik wel verstaanbaar ben en zo. Dus ja, weet je, ik ben aan het fietsen. Wind. Ja, ik ga dus vandaag weer naar een dorpje. Want ik heb gewoon weekend en ik heb geen zin om op de boerderij te blijven. En ik ben blijkbaar de vorige keer heb ik de verkeerde weg genomen. Ja, ze hebben dus blijkbaar wel een soort van middelbare school en een basisschool. Ik was alleen de verkeerde kant op gefietst. Dus dan ga ik nu heen. Heb je ook een winkeltje. Dan kan ik nog wat dingetjes halen of zo. Ik moet tabak halen voor Bulgaren. Die hebben geen weekend. Ik kan het waarschijnlijk wel aan me zien, maar ik ben helemaal bezweet. Er zit echt fucking veel dazen hier. Dus ik word heet gestoken en ik word er helemaal lijp van. Ik moet een fucking steile heuvel op. Met deze kut BMX. Nee, mountainbike. Op zich, het is wel een goede fiets. Alleen ik ben gewoon te groot. En hij is gewoon te klein om nog veel groter te doen. Ik heb mezelf een blauwe plek geslagen net, volgens mij. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik heb geen idee of ik de goede kant op ga. Want een dorpje heel dichtbij zou dus een winkeltje hebben. Ik heb geen winkels gezien. Misschien ben ik weer verkeerd gefietst. Ik dacht echt dat ik de goede weg had genomen, maar dan moet ik het nog een keer navragen. Oké, ik heb nu echt al helemaal het gevoel dat ik fout ga, maar ik ben wel met een of andere ziek nice waterval. Super zieke waterval, toch? Hij is niet heel groot, maar hij is wel mooi. Echt, de weg gaat de hele tijd naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden, andersom, naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden. Dus ja, nu moet ik even op de kaart kijken of ik wel goed sta. Gewoon even op mijn telefoon of zo, weet je wel. Want geen idee waar ik ben. Maar het is wel mooi. Maar ja, ziet wel als ik er kom. Ik heb nu een weg gevonden die naar het plaats gaat waar ik heen wou. Maar het is echt een soort van halve snelweg. En ik weet gewoon niet of ik daar gewoon met de fiets op kan. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik kwam net een keer op een racefiets langs, dus ik denk dat ik deze weg wel gewoon kan nemen. Blijkt dat ik wel de goede weg heb gevonden nu. Ik ben bijna bij het dorpje waar ik moet zijn, Vlekken, maar dit was gewoon te mooi, weet je. Toen moest ik gewoon echt even stoppen. What the fuck? Ik ben nu in het dorpje Vlekken. Ja, het winkeltje dat er was, dat is een winkel die aan een tankstation vast zit, maar die is dicht. Dus dat is een beetje kut. Helemaal voor niets heen gefietst, dan maar weer terug. Ik weet niet, ik zie daar een bankje, dus ik denk dat ik even wat ga eten, wat drink. Daarna is een barbecue. Jammer. Kijk, daar waren we. Er zijn er trouwens gewoon mensen casual aan het vissen. Mokerdikke watervallen, jongens. Ik werd even zo moe van dat fietsen. Ik moest even rusten, want het is echt zwaar. Daar zo meteen weer een tunneltje door. Maar joh, dat fietsen, dat 24 kilometer. Kijk, ja, in Nederland zou het nog best meevallen hoe erg het is. Dat is denk ik vanaf Wageningen naar Arnhem of zo 24 zijn. 30, ik weet niet. Maar het gaat de hele tijd op en neer en op en neer. En dan word je gewoon zo moe van.
Hier is zo zuiver dat ik gewoon mijn flesje kan vullen en ik hoef me nergens zorgen over te maken. Dat is niet te geloven. Ik ben echt 40 meter afstand van de boerderij. Vliegt mijn ketting ervan af. Jezus, Jezus Christus. Yo mensen, het is inmiddels de volgende dag. Ja, ik heb eigenlijk de hele dag niks anders gedaan dan een beetje op de bank gelegen, een beetje serie gekeken. Even herstellen van het fietsen gisteren. Dat is echt helemaal dood. Maar het is nu 's avonds. Dus ik dacht van weet je wat, ik kan even laten zien hoe de boerderij eruit ziet. Ik heb regelmatig de vraag gekregen of de boerderij wil laten zien. Ja, ik loop dus nu naar een paar huisjes. Die zijn ook nog deel van het land van de boer. En dan kan ik jullie de boerderij laten zien. Het is alleen een beetje irritant. Helemaal paranoia, want ik heb het idee dat ik de hele tijd door het spinnenrag heen ren. En er zijn ook de hele tijd dazen overal. Dan heb je erg veel dazen. Oh. Ik hoop dat ik het jullie een beetje goed kan laten zien. Want er staan best veel bomen voor. Ik heb mijn telefoon nog niet echt heel erg fijn focussen. Maar dat witte huisje boven mijn vinger, daar woont de boer met zijn vrouw. Hier, dat rode gebouw, dat is eigenlijk gewoon een koeienschuur. Daar zitten de koeien in. Hier zie je nog een wit huis. Daar woont de zoon van een boer met twee kinderen. Nu drie kinderen en zijn vrouw. Nou, dat is op zich best chill als die terug zijn. Dan heb ik gewoon een beetje leeftijdsgenoten. Dat rode vlekje daarboven, dat is het huisje waar ik in slaap. Ik wil trouwens even zeggen dat het op het moment 10:30 is. En ik... De zon is echt nog bezig met ondergaan. Het is echt licht. Het blijft gewoon tot 1 uur of zo zie je het nog steeds wel gewoon een beetje de zon doorschijnen. Maar dit is dus het huis van de zoon van de boer. Dan zie je daar achter, dus dat rode, dat is de koeienschuur. En dan dat kleine rode huisje. Daar slaap ik. Dit moet ook tijd gebeuren. Moet Foxy even geëid worden. Hè? Ja, weer meer. Oh, ja. Nog meer. Hier is dus die waterval waar ik het over heb. Die hoor je dus. Dat is een beetje veel geluid, maar hopelijk is het niet te erg. En hier beneden is de keuken en wc. Hier slapen de Bulgaren. Dus ik ga een beetje zachter praten, want die slapen. En dan is hier Mikasa. De deur kan gewoon openstaan, want dat maakt niet uit. Het is een beetje donker. Ja, hier heb ik een kastje dat ik niet gebruik, behalve om mijn dingen op te leggen. Hier hetzelfde geval. Mijn koffer die na 1 week nog steeds maar half heb uitgepakt. En hier mijn laptop. Series te kijken en zo. En een bed. En eventueel een tweede bed voor als iemand komt logeren. En allemaal gangster posters. Maar die zijn niet van mij. Was dat wat mijn roomtour? Ik hoop dat ze ervan hebben genoten. En dat was het wel voor deze vlog. Ik zie jullie in de volgende.